In deze tijd van moderne technologie en de aanwezigheid van het internet zijn we in staat om kennis te vergaren over een heleboel dingen uit alle hoeken en gaten op de wereld. Zo nu en dan verschijnen er ook foto's op het internet van mensen waarvan je in eerste instantie niet kan geloven dat ze bestaan. De foto's lijken behoorlijk te zijn gefotoshopt, terwijl het gewoon echte mensen zijn die werkelijk bestaan ergens in een ander deel van de wereld. Bekijk deze leuke video met 10 mensen die echt bestaan. We starten de video met iemand met uitzonderlijke wimpers en komen bij een Siamese tweeling die dood had moeten zijn. Op nummer 1. Valery Smagli. Een Oekraïense man die verbluffend lange wimpers groeide na het eten van een bepaald soort voedsel, aast op een plaats in het Guinness Book of Records. Valery Smagli, 58, uit Kiev, Oekraïne, moet zijn bizar lange wimpers wel eerst officieel laten meten voordat ze uiteindelijk worden geknipt. Hij zei dat een verandering in zijn dieet met een geheim voedsel samenviel met de bizarre groei. Nadat hij ontdekte dat hij veel aandacht en lof kreeg van vrouwen van wie de meesten jaloers waren op zijn lange, natuurlijke wimpers, besloot hij de wimpers lang te houden. Veel vrouwen hebben hem spontaan op straat gestopt en gevraagd wat het geheim was. Maar hij werd ook voor gek verklaard door mannen. De wimpers van Valery zijn echt en niet nep. Nu ze te zwaar zijn geworden, wordt het wel pijnlijk voor zijn oogleden en wil hij de wimpers knippen. Ook kan hij moeilijk zien met zoveel wimpers voor zijn ogen. 9. Michelle Ruffinelli. Vrouwen als Nicki Minaj en Kim Kardashian hebben één ding gemeen: een grote kont. Maar wist je dat er een vrouw in de wereld bestaat die een veel grotere kont heeft dan deze twee kontjes bij elkaar? Michelle Ruffinelli heeft de unieke titel van de recordhouder voor 's werelds grootste kont. In een documentaire serie op TLC genaamd World's Biggest Hips praat Michelle heel openlijk over haar enorme derrière. De heupen van Ruffinelli dragen een omtrek van 2,5 meter. Zeker goed voor het grootste achterwerk op aarde en misschien zelfs wel het hele universum. En het leuke van dit alles is dat Michelle helemaal tevreden is met hoe ze eruit ziet. Ze houdt van haar rondingen en haar enorme heupen. Ze beweert dat mannen niet van magere meisjes houden, maar liever een echte vrouw hebben met een zandlopen figuur. Sommige dingen zijn moeilijk voor haar, zoals de flauwe grappen die mensen maken in het openbaar, maar ook dagelijkse bezigheden als door een gang lopen of ergens in een restaurant zitten. 8. Ashley Morris. Ashley lijkt op een gewone jonge dame die niks mankeert. Dat zou je tenminste denken, als je niet weet wat er precies met Ashley aan de hand is. Ze kan niet gaan zwemmen, lekker in een bubbelbad zitten of zelfs lekker lang onder de douche staan na een lange dag. Het is heel vreemd, maar Ashley is allergisch voor water. Zelfs als ze begint te zweten, begint haar lichaam te jeuken en krijgt ze een allergische reactie. Ze kan geen enkele temperatuur van water verdragen en leeft met deze huidaandoening sinds ze 14 jaar oud is. Haar aandoening heet aquagenic urticaria en is zo zeldzaam dat er maar net enkele gevallen bekend zijn in de wereld. Wanneer haar lichaam in contact komt met water, doet het vreselijk pijn en krijgt ze rode, jeukende bulten die pas na 2 uur weer weggaan. Maar hoe dan ook, ze moet douchen. Tot nu toe is er nog geen hulpmiddel gevonden om Ashley's pijn te kunnen verhelpen. 7. Valeria Lukianova. Als je foto's van deze jonge vrouw voor het eerst ziet, dan wil je meteen denken dat het om bewerkte foto's gaat. Valeria is een model uit Oekraïne en ziet eruit als een levensechte Barbie-pop met alle karakteristieke kenmerken van de populaire meisjespop. Haar opmerkelijke gezichtskenmerken lijken zoveel op die van de pop, waardoor je helemaal verbaasd staat te kijken in verwondering. Ze heeft goudblond haar, grote blauwe ogen, een spitse neus en een perfect gevormde mond. Ook haar lichaam heeft de perfecte proporties, als de plastic Barbie. Ze is slank, heeft smalle, lange benen, een kleine wespentaille, een hele platte buik en niet te vergeten grote, ronde borsten. Mensen noemen haar de menselijke Barbie.
ondanks het feit dat ze er best plasticachtig uitziet, zegt Valeria dat ze geen cosmetische ingrepen heeft gedaan. Je mag zelf bepalen wat je van haar vindt na het zien van deze beelden. Zes. Annie Hawkins Turner. De grootste natuurlijke borsten behoren aan Annie Hawkins Turner uit Amerika. De vrouw heeft een onderborstmaat van 109,22 cm en een borstomtrek over de tepel van 177,8 cm. Ze draagt momenteel een Amerikaanse maat 52i BH, de grootste BH die er bestaat. Maar volgens Amerikaanse BH-schattingen zouden haar borstmaten haar in een 48V BH plaatsen. Een maat die niet eens wordt vervaardigd. Annie zegt dat haar recordbrekende buste zich begon te ontwikkelen op 9-jarige leeftijd. Ze begon net te groeien en het ging gewoon door. Toen ze in de derde klas zat, droeg ze al een gewone volwassen BH. Annie werd door artsen geadviseerd om een borstverkleining te doen, maar ze weigert en legt uit niet te willen knoeien met de natuur. Ze zegt dat haar rugspieren zijn ontwikkeld om haar gigantische borsten te kunnen dragen. Annie, moeder van twee kinderen, kreeg in 2000 haar titel in de Guinness World Records. 5. Andrea Ivanova. Andrea Ivanova, een 22-jarige vrouw uit Bulgarije, begon in 2018 met haar transformatie en onderging maar liefst 15 lipinjecties voor september 2019. Met deze handeling hoopt ze een record te vestigen voor de grootste lippen ter wereld. Sindsdien heeft ze nog twee procedures gehad, waarbij ze haar lippen tot 4 keer hun oorspronkelijke grootte heeft vergroot. Dat is in totaal 17 lipinjecties. De 22-jarige gelooft dat ze er mooier uitziet met de grotere lippen en heeft talloze klinieken bezocht in een poging om het perfecte pruilmondje te krijgen. Ze zegt nu meer van haar lippen te houden dan voorheen en voelt zich erg goed en blij met haar nieuwe lippen. Naar haar zeggen heeft ze bijna alle klinieken voor esthetische ingrepen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia bezocht en heeft ze bij bijna alle soorten lippenvullers in haar lippen gedaan. De jonge vrouw zegt nog niet klaar te zijn met de cosmetische ingreep. 4. Akshat Saxena. Wanneer ouders een baby verwachten, dan anticiperen ze op de geboorte van een gezonde baby. Ze doen er alles aan dat de baby zo goed mogelijk groeit in de baarmoeder. Toch heb je van die gevallen die in de natuur voorkomen waarop je niet hebt gerekend als ouder. Akshat Saxena werd in 2010 geboren met een verrassend groot aantal vingers en tenen. In totaal had hij 34 vingers en tenen en verbrak bij zijn geboorte meteen het wereldrecord. De jongen had 7 vingers aan elke hand en 10 tenen aan elke voet. Volgens een woordvoerder van Guinness World Records. De jongen uit Uttar Pradesh in Noord-India heeft sindsdien een reeks operaties ondergaan om de overtollige vingers en tenen te amputeren. Hij werd met zoveel extra vingers geboren, maar ironisch genoeg zonder duimen. De artsen zijn bezig deze te reconstrueren uit de vingers die ze hebben verwijderd. De aandoening staat bekend als polydactylie. 3. Wang Fang. Een moedige vrouw in Chongqing, China, heeft gezworen vooruit te gaan in het leven, ondanks dat ze met achterwaartse voeten is geboren. Wang Fang, een serveerster, werd geboren met een zeldzame aandoening, waardoor haar voeten achteruit liepen. Artsen hadden aanvankelijk gedacht dat de toestand van Wang haar zou verhinderen te lopen, maar ze sloeg geen acht op hun diagnose. De vrouw zegt dat ze sneller kan rennen dan de meeste van haar vrienden en dat ze een vaste baan heeft als serveerster in het familierestaurant. Volgens Wang is er totaal geen reden voor haar zich te klassificeren als gehandicapt. Ze zegt ook dat ze net zo goed kan lopen zoals iedereen en zelfs misschien sneller kan lopen dan de doorsnee persoon. Naar haar zeggen is zij de vrouw met de achterwaartse voeten uit Chongqing een gewone persoon, net als iedereen, behalve dat ze haar schoenen achterwaarts aantrekt. 2. Maria José Cristerna. Wie de bekende Amerikaanse vampierfilm Twilight heeft gezien, weet dat vampiers vermoedelijk voor eeuwig leven. Maar een echte vampier laat dat niet aan het toeval over. Maak kennis met Maria José Cristerna,
een 35-jarige voormalige advocaat uit Guadalajara, Mexico. De Mexicaanse Vampire Woman, zoals ze ook wordt genoemd, is bekend dankzij de piercings, tatoeages en titanium horns ingelegd in haar schedel. Haar bloedstollende uiterlijk wil je bijna laten geloven dat vampiers werkelijk bestaan. En indien ze echt zouden zijn, dan zit Maria José er niet ver naast met haar angstaanjagend uiterlijk. Dankzij haar extreme uiterlijk viel ze op en zal nu worden vereeuwigd voor toekomstige generaties om te huiveren in het museum van Ripley's Believe It or Not. Haar levensgrote beelden zullen bij de Ripley's attracties over de hele wereld verschijnen. Voor Cristerna was het een lang gekoesterde fantasie die werkelijkheid werd. Abby en Brittany Hensel. De dag dat Abby en Brittany werden geboren, kunnen hun ouders heel goed herinneren. Hun moeder dacht dat ze van een baby zou bevallen, maar de natuur besliste anders. Abby en Brittany werden als een zeer zeldzame Siamese tweeling geboren. De twee delen een lichaam, maar de tweeling heeft twee hoofden en hun eigen nek. De doktoren hadden geadviseerd om de tweeling te scheiden, maar dit betekende dat een van de baby's zou moeten sterven. De ouders besloten Abby en Brittany precies zo te houden zoals ze waren geboren. 27 jaar later functioneren Abby en Brittany nog steeds in één lichaam. De artsen van de tweeling begrijpen maar weinig van hoe twee hersenen, die elk één kant van het lichaam besturen, zichzelf kunnen coördineren om de acties en activiteiten van de tweeling te doen. De jonge vrouwen hebben de universiteit afgemaakt en zijn nu leraren op een school. Ze kunnen gewoon zoals iedereen schrijven, zich aankleden, fietsen, typen op een toetsenbord, de piano spelen en autorijden. Slapen is vaak ongemakkelijk voor hen, maar afgezien daarvan is hun aangeboren teamwerk de reden dat ze ongelooflijk gecoördineerd zijn. Dat was onze video met 10 mensen die echt bestaan. Wist je al van het bestaan van deze mensen? En welke van ze spreekt jou het meeste aan? De Siamese tweeling Abby en Brittany misschien? Of de levensechte Barbie Valeria? Laat het ons weten in de comments. We hopen dat je de video weer leuk vond en dat je hebt genoten. Geef in dat geval zeker een like, abonneer je en laat het belletje rinkelen om als eerste een notificatie te krijgen zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload op ons kanaal.